Wat een goede student. Oh, het was gewoon een vermomming. Oh. Je bent helemaal klaar. We kunnen beginnen met de wiskundeles. Het onderwerp is niet zo ingewikkeld. Nu hoef je alleen nog maar de formules in de notitieblokjes te zetten. Maar als het internet vastloopt, is het voorbij. De verbinding zal op een gegeven moment wel weer gemaakt worden, natuurlijk. Maar wat is dit eigenlijk? Al die grafieken en schema's? Ik snap het niet. Je kunt niet eens een bord kopiëren. De leraar gaat al verder met een ander onderwerp. Voordat je je andere notitieboek hebt gevonden, loopt het weer vast. Dit is een marteling. Onderwijs op afstand maakt je slaperig. En je kunt de zonnebril opzetten. Dus de leraar kan niet zien dat je slaapt in de klas. Wat als de bril per ongeluk van je gezicht valt? Voor een slimme student is dat niet erg. Hij tekent gewoon ogen op zijn oogleden. Dat is niet slecht. Ziet er vrij realistisch uit. Hey, Martin, luister je wel naar me? Ja, ik ben een en al oor. Je hebt ingecheckt. Nu kun je blijven slapen. Het kiezen van een werkplek is het belangrijkste als je online lessen wilt volgen. Stilte en eenzaamheid. Dat is wat je nodig hebt. Anders staan al je huisgenoten te flitsen voor de camera. In een open badjas. Maar dat kun je de leraar nog wel op de een of andere manier uitleggen. Het is een stuk erger als je constant wordt afgeleid. Het is niet zo makkelijk om mensen uit beeld te krijgen. Dat is begrijpelijk. Papa heeft deze high-tech spullen nog nooit gezien. En hij lijkt erg verveeld. Hij kan niet met de kat praten, of wel? Zodra hij de kans krijgt, kan hij gewoon zijn zoon vervangen. Ik denk dat papa iemand gevonden heeft om mee te praten. De leraar van zijn zoon. Je kan het uitlaten van de hond niet missen vanwege een lezing. Je zult moeten multitasken. Alleen is dat niet erg makkelijk. Een online les verandert in een hindernisbaan. Je moet kennis vergaren op de vlucht. Hey, kun je een beetje langzamer gaan? Wat als je horizontaal ging? Nee, het is nog steeds niet erg comfortabel. Ik denk dat Polly haar schema moet heroverwegen. En haar wandelingen met het huisdier opnieuw moet plannen. Online gym. Het is een ding. Maar je wilt helemaal niet sporten. Op de bank liggen is een beetje beter. Je zou alles doen om niets te doen. Het is goed om een camera correct geïnstalleerd te hebben. Het lijkt erop dat zijn brein de sterkste spier is. Scheef? Maak je geen zorgen. Je kan ze zitten doen. 20 reps voor je buikspieren? Makkelijk. Het gaat erom dat je de juiste houding weet. En trek een gespannen gezicht. Dumbbells? Makkelijk. Als het een leopard is die zelfs je kleine zusje kan optillen. Oh, ze kwam op het verkeerde moment. Nu is de waarheid naar buiten gekomen. Ik hoop dat de leraar het niet merkt. Oh, wat is dat? Wie is er zo slim, hè? Huh? De kamer is een puinhoop. Er komt een videoles aan. Het is een goed idee om op te ruimen. Je kan het niet allemaal in een uur opruimen. Je zult zelfs een beetje vals moeten spelen. Zet het even aan de kant. Laten we een scherm maken. Zet het voor de laptop. En we zijn klaar. In plaats van de rommelige kamer heb je nu mooie, pluizige achtergronden. Je kan nu studeren. Maar ontspan je nog niet. Zeker niet als er een kat in huis is. Je geheim kan in een seconde onthuld worden. Oh. Dat is zo gênant.
Meneer Wright kan zijn ogen niet geloven. Hij had het niet verwacht van een excellente student. Het is niet goed om een feestje te plannen als je straks scheikunde hebt. De hele klas is hier. Maar één van hen is te verantwoordelijk. Oh. Dat klopt, je kan ze niet overslaan. Martin zoekt een rustig hoekje. Ik moet me concentreren op scheikunde. Geen cocktails, ik heb een lezing. Maar je mag wel popcorn hebben. Houd toch op, het lijkt alsof je tegen me samensweren. Dat was het dan, ik denk dat het feest voorbij is. Wat een leuke bijeenkomst. Hallo meneer Bart. Hun schuilplaats is ontdekt. Pak jullie telefoons en maak verbinding met de videochat. Het leuke feestje veranderde in een serieus educatief evenement. Kunstlessen online is echt een kunstvorm. Behalve dat je niet de technische vaardigheden hebt die je nodig hebt. Het is of een wazige foto, of de camera werkt niet. Om de leraar te begrijpen, moet je je letterlijk binnenstebuiten keren. Mevrouw Smit kan wel een cursus gebruiken. Maar kunst staat ver af van moderne technologie. Mevrouw Davis is ons huiswerk aan het nakijken. Jammer genoeg had Polly geen tijd voor aardrijkskunde gisteravond. Arm ding, ze heeft geen antwoord op de vragen van de leraar. Misschien kan mama daarmee helpen. Boos is met de juiste antwoorden. Wat kan er makkelijker zijn? Lees de borden en maak indruk op mevrouw Davis met je kennis. Behalve, het lijkt erop dat mama een onvoldoende heeft voor aardrijkskunde. Ze is in de war over elementaire begrippen. Hoe dan ook, ze heeft een hoop huishoudelijk werk te doen en Polly leidt haar af. Blijkbaar zal iemand de test moeten overdoen. Lunch is een heilig iets. Zelfs als je leraar bent en je staat op het punt een videochat te hebben met je student. Het gaat allemaal over het volgen van de dresscode. Het is beter om een broek aan te trekken. Er kan van alles gebeuren. Bijvoorbeeld zou je kind kunnen rotzooien en de camera vroegtijdig kunnen aanzetten. Zullen we beginnen met de les? Maar hij had het fornuis niet onbeheerd achter moeten laten. Oh jee, er is brand! Polly had niet gedacht dat ze naar een spannende film zou kijken in plaats van een saaie lezing. Dit is gevaarlijk! Phew, eind goed, al goed. Online lessen kunnen tot laat in de avond duren. Niets dan studeren de hele dag. Geen recreatie. Nou, kunnen we op zijn minst een beetje spelen? Ik denk dat ik het verdien. Al snel draait het spel op een andere laptop. Bedek de controller met de laptop. En gaan! Doe het geweldig in mijn spel en de studie. Maar wat is dit? Is meneer Keating ook een gamer? Oh ja, de leraar en de student hebben elkaar ontmoet in het spel. Ja, de professor is de beste in online gevechten. Dit gevecht was een slechte voor Martin. Hij heeft pech in zijn spel, dus moet hij geluk hebben op school. Leren op afstand kost zoveel moeite. Je moet wat eten voordat de les begint. Oh nee, ik heb het niet gehaald. Meneer D is al live. Het is zo moeilijk om je te concentreren als je een broodje hebt. En de kip ruikt zo lekker. Eén hapje, dat is alles. Ik zweer het. Niet in het bijzijn van de leraar, maar als hij zich omdraait. Maar de leraar is zo'n hartstochtelijk persoon. Hij blijft zich afwenden.
Het is mogelijk om een goede lunch met hem te hebben tijdens de lezing. Maar er is een fout gemaakt met de kip. Oh, denk je dat je een kippenpoot hebt? Nee, het is geen kippenpoot. Het is gewoon kip. Een pen? Grappig ontwerp. De leraar gelooft ook in sprookjes. Dus, hoe open je subtiel chips? Wat dacht je van lachen op het luidste moment? Phew, ik denk dat hij het niet gemerkt heeft. Onthoud alleen dat je nog steeds in de klas zit. Ik denk dat meneer D nu echt kwaad is. Dat is niet erg. Je kan tenminste in vrede eten. Hoe is het leren op afstand gegaan? Welk van deze ongemakkelijke situaties ken jij? Laat het ons weten in de comments. En vergeet niet deze video een like te geven, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken om op de hoogte te blijven van spannende nieuwe sketches op Troom Troom Select.